Wendy is onze kleine prinses. Ze krijgt al het speelgoed. Wat een schattige eenhoorn. Je bent al volwassen. Dit is voor je kleine zusje. Onze baby. Liefje, we hebben nieuws. Je hebt nu een zusje. Dit is Wendy. Ze komt bij ons wonen. Wat? Mam, dit kind is puur slecht. Raak me niet aan. Zus, hi. Mijn meisjes kunnen al goed met elkaar opschieten. Mam, ik wil deze cornflakes. Nee, lieverd. Dan wil ik koekjes. Nee, dan krijg ik een driftbui. Ik wil snacks. Ik wil snacks. Stil, lieverd. Hou op. Oké, ik koop cornflakes voor je. En koekjes. Stop gewoon met schreeuwen. Wat? Oké, dat kan ik ook doen. Mam, mogen we chips? Nee, ik heb geen geld. Dan zal ik een woedeaanval krijgen. Ik wil chips. 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 Wat is er mis met haar? Is ze ziek? Is ze gek? Het werkte niet. Fijne verjaardag, lieve Ashley. Deze kaart is voor jou. Dank je. Zo schattig. Schatje, blaas de kaarsjes uit en doe een wens. Ik moet erover nadenken. Zus, je denkt er te veel over na. Wat? Oeps. Bedankt voor het stelen van de aandacht. Oh, het is zo grappig geworden. We hebben iets om te onthouden. Geef me je telefoon alsjeblieft. Ik heb hem echt nodig. Nee. Meiden, ik heb koekjes voor jullie. Geniet ervan, mijn schatjes. Waar moet ik beginnen? Wat? Wendy, heb je het al opgegeten? Mag ik jouw koekje? Nee. Deel het met je kleine zusje. Je kunt beter niet knappen. Geen suikerhoudend eten vanaf nu. Ze is allergisch. Oké, dokter. Dit gebeurt er als je te veel eet. Ashley, wakker worden. Laten we naar buiten gaan voor een wandeling. Oh jeetje, ik ben te laat. Jee, ik ben er zo. Ashley, neem me met je mee. Nee, dat kan je niet doen. Ik ben er in een minuutje. Ashley, neem je zusje mee. Het zal leuk zijn. Kom op, mam. Schatje, wat denk je van een kus? Wat? Wendy, ik hou ook van jou, zus. Nee, Colin, wacht even. Oh nee, ik ben gezakt voor de test. Een onvoldoende. Wat? Wendy, hoe kon je zo'n laag cijfer halen? Je had moeten studeren. Je verdient het, vervelend kind. Oh, liefje, niet huilen. Kijk eens wat papa heeft. Je favoriete chocolade. Dit moet B zijn. Ben je zeker? Wat doen jullie hier allemaal? We zijn Wendy's hulpteam. We maken het af en vertrekken. We gaan winkelen met mama. Liefje, ga naar de postkamer. We kopen alles wat je wilt. Oh, je bent zo mooi. Hey Ashley. Hallo? Wat zullen we voor Wendy kopen? Mam, allebei? Dat dacht ik al. Dank je, liefje. Ik betaal contant. Hoeveel kosten al die spullen? Bedankt. Het is allemaal voor Wendy. Ik neem dit shirt alstublieft. Sorry, de kassa is gesloten. Hoi Ashley, hoe gaat het op school? Mam, ik ben geslaagd voor mijn test. Ik heb een basketbaldiploma en een eerste prijsmedaille. En de beste studenttrofee. Ik ben zo trots op je. Mam, kijk, ik heb een vliegtuig gemaakt. Het is voor jou. Oh, je bent zo getalenteerd. Hier is een origami medaille. Je bent mijn kampioen. Wauw. Mam.
Je moet delen met je zus. Ze is zo getalenteerd. Het is voorbij met Colin. Waarom huil je? Ik zie het, je vriendje. Hallo Colin, ik moet ergens met je over praten. Buig voorover. Laten we je haar doen. Nu zit het perfect. Ik ben blij dat je gekomen bent. High five, Wendy. Veel plezier. Meiden. Mijn voet. Ligt daar weer Lego op de grond? Zet het ding in elkaar. Nee. Nu. Nee, mam. Het is Wendy's speelgoed. Nee, het is van Ashley. Maakt me niet uit. Ik geef je de afstandsbediening en de spelcontroller terug als dit allemaal opgeruimd is. Goed, kleintje. Laten we je Lego bouwen. Zusje, laten we schoonheidssalon spelen. Oh, nee. Oh ja, alsjeblieft. Nee. Nou, laat me je make-up doen. Oké, aanhankelijke. Laten we gaan. Ik hou van vlechten. Het is tijd voor make-up. Oké, dank je. Hier zijn ze dan. De meest stijlvolle meiden ooit. Wendy met een nieuw kapsel en Ashley met nieuwe make-up. Wow, ze zijn adembenemend. Wow. Het is een sensatie. Je kunt je niet voorstellen. Wat was dat? Oh, maakt niet uit. Hey, laat me eruit. Iemand, kan je me horen? Wat? Is dat Wendy? Dit is waar ze thuis hoort. Hoewel, ze heeft me een keer geholpen door een handdoek te brengen. Oh, yes. Maar dat was een grap. Blijf in de kast. Ashley, laat je kleine zusje niet in de steek. Oké, mam. Kom op, kleintje. Je bent vrij. Liefje, wat is er met je kamer? Maak hem nu meteen schoon. Ruim jij het maar op als het je stoort. Goed. Wat denk je hiervan? Laten we een TikTok opnemen van jou die de hele kamer supersnel opruimt. Poef. Een TikToker zijn is moeilijk. Mam, ik heb alles opgeruimd. Goed zo. Goed gedaan. Mama zal je een hoop likes geven. Fijne verjaardag, mami. Doe een wens. Dank je, liefje. Hier is je cadeau. Wow. Wat is er? Oh, wat een mooie ketting. Die moet wel heel duur zijn. Wat is het? Fijne verjaardag, mama. Ik heb een speciale tekening voor je gemaakt. Oh, Wendy. Laat me eens kijken. Het is het mooiste cadeau ooit. Bedankt, dat is zo aardig van je. Ik hang hem nu op. Vooruit, Archie. Wendy's cadeau komt hier. Oké, ik kom eraan. Ik ben er over 5 minuten. Waar ga je heen? Eerst moet je je kamer opruimen. Hup, hup. Ik blijf hier nog een hele tijd. Laten we snel opruimen. Alle spullen in de kast. Klaar. Het is een speelgoedtsunami. Ashley, denk je dat dit schoon is? Oeh, school is saai. Het is tijd om een nieuwe TikTok te filmen. Wendy, je verspilt je tijd weer aan nutteloze TikToks. Ik neem je tablet af. Mam, TikTok is mijn beste vriend. Wendy, we zijn nu zussen. Dus ik zal je alles leren wat ik weet. Hmm?
What? Meiden, we hebben een nieuw lid van de familie. Is het een nieuw zusje? Handen af! Ik ben zeker dat jullie het wel met elkaar kunnen vinden. Wat? Gemeenschappelijke problemen brengen mensen samen.